Maar toch, ik blijf het heel triest vinden dat mensen niet meer erop uitgaan en zelf hun spulletjes halen. Nou, u heeft een winkel, maar doet u ook aan online shoppen? Nee, omdat ik winkels gewoon een heel mooi concept vind van persoonlijk contact. Ik denk 1 keer per week ongeveer. En wat shopt u dan? Nou, meestal dingen die heel lang houdbaar zijn. Of zoals kleding of schoenen of beddengoed of cadeautjes. Ja, dat doe ik. Hoe vaak? Een paar keer in de maand wel. Ja. Ik denk 1 in 2 weken. En waarom kies je er dan voor om online te shoppen? Want meestal die prijzen dan goedkoper zijn. Zelden. Ik vind dat nou niet zo... ik heb er wel wat verstand van, maar niet zo heel veel. En ik vind het altijd maar een beetje eng. Want Amazon komt nu met een nieuwe dienst, Amazon Prime. En dan kan je voor 4 euro per maand kan alles gratis thuis bezorgd worden. Nou ja, het is natuurlijk allemaal vervoer. Het is transport ook wel milieubelastend. En dan weer teruggestuurd worden, weer heen en weer. En dat vind ik niet nodig. Nou, ik had het nog niet gehoord, maar ik denk niet dat het mij erg gaat aanzetten dat ik dan meer ga shoppen. Dat geloof ik niet. Maar ik weet wel, ik bestel wel soms uit Amazon uit Duitsland. En dan kreeg je dat bezorgd bij 29 euro week. Toevallig omdat ik daar wat vaker bestel. En ik maak daar meestal gebruik van. Dus ik neem aan dat hij niet lid gaat worden van de nieuwe dienst? Oh, ik niet. Ik denk niet dat ik daar behoefte aan heb, nee. Nou ja, niet per se, nee. Nee, ik denk dat wat ik nodig heb misschien wel te specifiek is voor Amazon.